Was het vergeten te filmen? Opnieuw. Goedemorgen, welkom bij een nieuwe vlog. Vandaag zijn we donderdag. Ik moet deze morgen niet werken, want ik heb een recup. Omdat ik een keer heb gewerkt dat ik eigenlijk niet moest werken. Of omdat ik een weekend heb gewerkt. Ik weet eigenlijk niet meer welke een dat het is. Maar vanmorgen heb ik wel heel wat op de blogplanning staan. Zo ook niet op de blogplanning, maar op mijn gewone planning een ontbijtje maken. En het is nog een uitgebreider ontbijtje dan. Cornflakes in een kommetje doen. Dus er is wat bakking oefenen over. Maar eerst even om een outfit uit te zetten. En ik ga gewoon deze chill trui van Prins aan doen. Met een chill broek. Ik ga mij dan wel verkleden om effectief te gaan werken. Het is trouwens aan het regenen op dit moment. Mijn ontbijtje zit in de oven en moet dan nog een kwartiertje en blijven zitten. Ik hoop dat het lekker is. Kijken of ze klaar zijn. Flubber, flubber. Gebrekken erin. Ik ga misschien werken vandaag met een voor- en een na-ontbijt. Ik wil ze graag maar even laten afkoelen voordat ik ze opeet. Het is tijd om live een koekje te proeven. Dit is trouwens de damkap. Je weet hoe daar zit. Oké. Het smaakt echt enorm de banaan door. Daar ben ik niet zo'n enorme fan van. Ik kijk er naar een dat ik gemixt met kaneel. Volgens mij was dat zo. Yes. Nou, altijd de bananensmaak die overgeeft. Ik moet zeggen dat ik niet zo'n enorme fan ben van de banaansmaak verwerkt en iets. Gewone bananen eet ik wel. Maar en ja. Misschien moet ik er de volgende keer nog iets bij doen. Ze zijn vullend, en omdat er eigenlijk geen toegevoegde suikers in zitten, gaan ze ook niet zo'n fake energiepiek geven, maar hopelijk een blijvend energiepiek. Lijkt me ook zeer slim om dit te eten na het zwemmen. Want hier na twee koekjes zit ik al vol.
bij Vlogmas intro aan het filmen, daarom heb ik ook even deze trui aangedaan. Hier heb ik je ook in TikTok of 3 meegemaakt. Nu ben ik aan het zoeken naar water, maar ik heb die duidelijk niet in de frigo gestoken. En voor die Vlogmas intro filming heb ik ook mijn kerstboom aangedaan. Maar ik heb hem duidelijk niet terug uitgedaan. Dat is wel omdat ik altijd dat hoekje moet kruipen om, om dat stopcontact uit te halen. Van op. Gelukkig kan ik hem zo'n beetje aan de pot verschuiven. Nu gaan we proberen om van al dat beeldmateriaal een leuke intro te maken. Over dit fragmentje ben ik nog niet tevreden, dus ik ga hem veranderen. Even achter de schermen van de intro video. Want ik ga nu een klein stukje filmen daarvoor. Dus ik hoop dat het goed lukt. Zodat jullie dit kunnen zien. En mijn intro. Woe! Camera. Was het vergeten te filmen. Opnieuw. Misschien vind ik dat ook gaat af. Mijn Vlogmas intro is af. Ik heb er wel wat tijd in gestoken. Dus ik ben blij dat hij klaar is. Yes. Wel stom dat ik zeker een half uur heb staan editen voor een stukje van 12 seconden. Het is nu 9:45 en ik heb even pauze genomen om naar het containerpark te gaan. Dus dat is wat volwassen mensen doen blijkbaar. Naar het containerpark gaan en zo. Ik heb namelijk heel wat dingen naar daar te brengen. Afval sorteren is zelf in het containerpark enorm moeilijk. Waarom hebben ze niet gewoon een bak met lijm of met lijmflessen of zo? Nee, ze moeten gewoon ergens anders bij of op een tafel. Ik weet zelf niet of ik het goed heb gedaan. Alles plakt trouwens. Ik ben ondertussen ook nog naar de kringloop geweest met een paar dingen. En nu nog naar de Aldi om mijn foto van gisteren recht te zetten. En het is nu 10:45. Dus ik kan nu naar huis. Net een half dagje gewerkt. Ik heb goed dingen gedaan kunnen krijgen, dus ik ben wel blij. Ja, ik heb een halve dag. Daar moest ik ook maar een halve dag werken. En morgen hebben heel veel van mijn. Hebben al mijn collega's vrij. Want morgen is de dag van de dynastie. Dat is iets met koningshuis of zo. Ik kom werken. Ik vind dat op zich niet zo heel erg. Want ja, mijn zussen of mijn ouders zijn ook niet vrij. En ik moet maar half dag werken. Dus. En hopelijk ga ik goed kunnen doorwerken. Want ik veronderstel dat er niet zo heel veel volk zal komen morgen. Aangezien dat het vrijdag is. En iedereen voor school of werk. Behalve mensen van die bij de provincie werken. En of in de bibliotheek in Poperingen. En dus ja. En het wordt ook niet zo goed weer. Dus ik ga goed kunnen werken hopelijk morgen. En nu ga ik naar huis. Want mijn papa komt een paar dingen checken. Dit is 100% vegetarisch gehakt. Maar dat ziet er toch echt gewoon echt uit. Dit is van het merk Naturli. Gekocht bij de Albert Heijn, denk ik. Was toen nieuw in het assortiment en komt uiteraard uit Denemarken. Want Denemarken staat veel verder op vegetarisch gebied dan wij. Eerst een laag gehakt. Dan een laag puree. Het is de vrucht vegetarisch gehakt en de puree is gemaakt met amandelmelk. Omdat dat toevallig de eerste melk is die ik in huis heb.
Een klein beetje nootmuskaat zit er ook in. Om een smaak te geven aan de puree. Puree ligt erop. Nu een beetje bloemkoolroosjes. Ik hoop echt dat ze goed genoeg gekookt zijn. Ze komen uit de diepvries eigenlijk recht. Ja, ik denk het wel. Voilà. Nu heb ik daar nog een laagje champignonsaus overheten. Een beetje kaas en dan gaan we dat in de oven. Eerst de champignonsaus maken. De poeder die ik gebruik, deze champignonsauspoeder van de Aldi, is trouwens niet vegan, want... er zit eieren of room, er zit roompoeder in en lactose en melk eiwit. Uiteraard kan je dat ook gewoon maken met bechamelsaus of met kaassaus. Maar ik dacht ik ga het keer mijn twist doen en champignonsaus gebruiken. En normaal zou ik dat ook met kaassaus doen. En waarom maak ik dit gerecht? Omdat de bloemkool uit mijn diepvries moest. Ik heb een pakje. Dit is een bakje van Bol. Met iets wat ik nodig had. Zoals jullie in mijn vorige vlog konden zien, gebruik ik sinds kort een menstruatiecup. En dit is... de groene cup sterilizer. Dus dit ga ik doen. Mijn cup steriliseren. Zo ziet hij eruit. Als hij uitgepakt is. Wacht even. Dus, ja. Voilà. En dit is het. Een potje. Tadaa. Je kan het eigenlijk ook gewoon in een pannetje doen. Dat is nogal vies, vind ik. Er was bijna een ramp gebeurd. Ik ging gaan slapen. En ik besefte opeens dat ik nog geen cadeautje heb opengedaan van mijn kalender. Dus tijd om dat te doen. Vandaag is het dit cadeautje. Ik heb een klein vermoeden wat dat er hierin zit. Volgens mij zijn het zo van die prinskoeken. Dus zet ik hem hier goed op. Voilà. Oké. Heb ik het juist? Ja. Van Milka. Dat is toch gek? Maar het zijn wel van die... ja, van die koekjes met chocola van binnen. Waarvan het merk Milka dus. Ik ga die morgen opeten. Maar ja, ik heb net mijn tanden gepoetst. Want ik was klaar om te gaan slapen. En we gaan dat niet doen. Met net gepoetste tanden. Je kaakjes zijn lekker warm. Heerlijke aflevering dit. Keuzes. Ik denk dat ik de verstandige keuze ga maken in... Maar ik wil die ook verder kijken. Maar ik wil dit ook heel graag lezen. En als ik kan moeilijk beide doen, anders wordt het laat. Oké, we gaan een boek. We gaan een boek.